erg leuk dat je weer meekijkt. Ik heb vandaag wat leuks voor jullie, want ik heb een giveaway. Het is weer zover. Een giveaway. We hebben op dit moment maar liefst 12.815 abonnees. Bizar. Ik blijf het zo wonderbaarlijk vinden. En ik bedacht me, ik heb jullie natuurlijk... Eigenlijk heb ik jullie nooit verteld hoe ik eigenlijk ben begonnen met YouTube. En daar wou ik, dat wou ik jullie even vertellen. Hoe is het begonnen dat ik met YouTube ben begonnen? Nou, dat is eigenlijk al heel erg lang geleden. Had ik al een YouTube kanaal. En dat gebruikte ik eigenlijk voor de jonkies. Want ik had dan jonkies. En ik wilde heel graag aan de nieuwe baasjes laten zien hoe de jongen opgroeien. En daarvoor maakte ik elke dag een hele korte video. En dat ging ik dan, dat wilde ik dus heel graag uploaden op mijn website. Nou, mijn website, dat zag er toen echt niet uit. Zo'n heel simpel dingetje. Was er helemaal trots op, want ik had dat zelf in elkaar geflanst als het ware. Het zag er niet uit. Maar goed, er moest een video op. En ik wist gewoon niet hoe ik die video op die website moest zetten. Want dat was niet zo eenvoudig zoals nu. Van hup, upload knop en hop en het staat allemaal en lalala. Nee. Dat was heel moeilijk. Maar toen kwam ik erachter, YouTube. Oké, en dan stond er, u kunt hier uw video uploaden en delen over het hele internet. En ik dacht, oh, dat is gaaf, dat ga ik doen. Nou, dat heb ik gedaan. Dus ik heb de video's van die jongen, die heb ik daar geüpload. En dan krijg je zo'n code en die kun je dan op je site zetten. En dan is die video gewoon op je site te zien. Hoe gaaf is dat? Vond ik zo mooi, ik vond het zo leuk. Niet wetend dat iedereen die video's kon zien. Want ik dacht dus dat alleen de mensen op mijn site die video's zagen. Ik wist niet dat heel Nederland zeg maar gewoon daar op YouTube iets kon intikken. En ook die video's kon zien. Dus daar schrok ik enorm van. Ik vond dat zo raar. Ik denk, oh, en dan ziet iedereen mijn babyhamsters en zo. En soms dan vertelde ik daar ook nog iets bij. En ik denk, ik schaamde me toen een klein beetje, denk ik. Dat is geen idee. Want ik had in mijn omgeving natuurlijk sowieso al heel vaak van... Wat moet je nou met hamsters? Wat is er leuk aan hamster? Weet je, dat soort opmerkingen kreeg je dan heel vaak. En toen dacht ik altijd, ach, lekker boeiend. Als ik het maar leuk vind, als ik er maar plezier aan beleef, dat is mijn passie. Ik vind het leuk en jullie kunnen me allemaal wat. Maar toen kwam het in één keer op YouTube. En heel Nederland kon eigenlijk meekijken. Ik ben me doodgeschrokken en toen dacht ik, nee, dat wil ik niet, vind ik doodeng. En ik heb dat kanaal verwijderd. Ik heb hem gewoon resoluut, stekker eruit, verwijderd. En sindsdien waren er geen video's meer van babyhamstertjes op mijn site te zien. Maar wel foto's. Ik dacht, ach, weet je wat, als ik elke dag een paar foto's maak, ook hartstikke leuk. Dan kunnen die mensen ook gewoon lekker mooi meekijken. Want het is gewoon een beleving als je een hamstertje reserveert en je weet gewoon, hij is zo piepklein, zo'n roze hummeltje. En dan zie je hem gewoon opgroeien. Dat is gewoon zo mooi. Maar dat was mijn eerste ervaring met YouTube. Gewoon hup, stekker eruit, poef, weg en klaar. Maar toen, later, echt veel later, want hoe lang ben ik nou bezig? 3 jaar volgens mij, 3 jaar. 3 jaar geleden heb ik toch weer, ik weet het nou niet, 3 jaar geleden of zo? Volgens mij wel. Heb ik toch weer de camera gepakt en account aangemaakt. Want ik kreeg namelijk van nieuwe baasjes heel erg veel vragen over hoe je een hamstertje moet vasthouden. Hoe je hem de eerste dagen moet hanteren. En al legde ik dat wel altijd heel netjes uit. Als de mensen bij mij kwamen een hamstertje ophalen. Dan kregen ze een hele uitleg. Gingen we samen ook even pootje over doen. Maar ik merkte gewoon heel erg dat de mensen die langskomen, die zijn helemaal blij. Die zijn helemaal blij. En eigenlijk dat wat ik vertel... Niet zozeer dat het hier erin daar eruit, maar eigenlijk wel een beetje. Want ze zijn zo ontzettend blij en ze zien dat kleine hamstertje en eigenlijk hebben ze daar alleen nog maar ogen en oren naar. Dus ik kon wel heel veel vertellen, maar het blijft gewoon niet hangen. En dat is begrijpelijk. Dat is begrijpelijk. Die informatie moet je natuurlijk ook gewoon kunnen nalezen. Nou, tadaa! Ik heb een website van ongeveer 150 pagina's. Dus ik zei ook altijd tegen de mensen, je kunt alles nalezen op mijn site. Maar lezen, doen en zien hoe iemand anders het doet, is echt een wereld van verschil. Ik kan je in tekst wel uitleggen, bijvoorbeeld, je moet een hamstertje rustig benaderen. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Wat houdt dat in? Het is zo'n ongelooflijk algemeen advies.
benader het dier rustig. Maar voor, wat is rustig, weet je? Dat is ook lastig. Want voor de ene is rustig muisstil, piep, piep, stil. En dan, maar dan ga je dat doen. Ja, het is niet meer rustig, het is niet meer stil. Dus ik heb gemerkt, dus behoefte aan dat je het toch nog even laat zien. En eigenlijk stapje voor stapje uitleg, maar vooral laat zien hoe je een hamstertje moet benaderen, hoe je moet vasthouden. En dat de mensen gewoon zien hoe zo'n dier kan reageren in de handen. Want je kunt je daar gewoon geen voorstelling van maken als je zo'n dier de eerste keer hebt. En vooral kindjes, die moeten dat ook gewoon zien. Nou heb ik bijvoorbeeld ook, de meningen zijn ontzettend verschillend over of een hamster wel geschikt is voor een kind. Nou, jullie kennen mijn mening. Ik vind dat dieren geschikt zijn voor mensen die van dieren houden. Als je van een dier houdt, dan is een dier geschikt voor je. Want dan zorg je er goed voor. Dan stop je daar liefde in. En dan probeer je ook het beste te geven aan een dier. Kijk, een dier is niet geschikt voor mensen die niet van dieren houden. Punt. Dat is mijn opdeling. En ik ga niet zeggen, nee, ze zijn niet geschikt voor kinderen. Want kinderen kunnen de hamsters fijn pletten, laten vallen, pijn doen. Dat is de verantwoordelijkheid voor de ouders. Dus ik hamer daar ook op. Als je voor een kindje een hamstertje wil, als ouder ben je daar gewoon verantwoordelijk voor. Mijn zoontje is opgegroeid met de hamstertjes, echt van jongs af aan. Maar er was ook een leeftijd, 3, 4 jaar, ja, dan gaf ik hem geen hamster in de hand. Want kindjes hebben dat, hè? Oeh, wat leuk. Hop, fijn knijpen. Maar je weet dat, als ouder weet je dat gewoon. Ze zitten in de grijpmodus. Alles moet geplet worden, alles moet zo. Oeh, wat is dat? Ja, dan gaan we ze dus niet in de hand geven. Maar wat je wel kunt doen, is het hamstertje op jouw hand leggen, zodat het kindje kan aaien. Kijk, en dat moeten we hebben. Dus het hele gezin moet daar als het ware bij betrokken zijn. Zodoende begon ik mijn nieuwe video's. Dus, maar ook de nieuwe video's begon ik eigenlijk voor de baasjes van mijn hamstertjes. En ook voor mijn website. Wel wetend dat heel Nederland kan meekijken. Maar toen dacht ik nog van, ach, weet je wat? Maakt mij niet uit dat heel Nederland kan meekijken. Dit is mijn hobby. Dit vind ik leuk. Ik wil die kennis delen met mensen. Want ik zie gewoon dat gewoon, het helpt. Het doet wat. Het is gewoon mooi. En hoezo moet je je kennis voor jezelf houden, weet je wel? Nee, dan moet je gewoon lekker delen. Want dan hebben meer mensen daar profijt van. Dat is hartstikke leuk. Dus gewoon weer video's gemaakt. Nou, en zodoende kwamen er eigenlijk steeds meer abonnees bij. In het begin 50 en toen keek ik op een dag naar de 100 en toen nog meer, nog meer. Ja, en nou zit je gewoon op 12.000 mensen die dus gewoon echt de knop abonneer hebben aangeklikt. Ik voel me vereerd. Oprecht, ik voel me vereerd. Want als ik bijvoorbeeld YouTube filmpjes kijk, ik kijk ze ook wel, ik abonneer niet heel erg snel. Ik weet niet, ik kijk en ik like en zo, maar ik vind echt dat heb ik tenminste persoonlijk, echt de leuke dingen die mij trekken, die ik echt leuk vind, daar abonneer ik op, maar ik abonneer niet zo snel. Dus met die wetenschap, ja, ik voel me oprecht vereerd dat jullie gewoon zo massaal meekijken en dat jullie leuk vinden. Ik krijg er kippenvel van. Ik vind het heel erg mooi, heel erg leuk. En ik zal ook mijn best blijven doen om daar heel erg veel voor terug te geven, zoals vandaag. Een giveaway. Ik heb een poll gemaakt. Ik heb jullie gevraagd wat jullie willen in de giveaway. Ik denk, nou ga ik eens even horen wat de mensen willen voor de giveaway. Nou, je kunt daar echt helemaal niks mee, met die hele poll niet. Er was, wat willen jullie? Snacks, speeltjes, of nog wat anders. En het is werkelijk waar, overal staat precies hetzelfde bij. Dus eigenlijk willen jullie gewoon alles. Dat, heel lastig. Dus toen dacht ik bij mezelf, ik ga wat leuks doen. Jullie krijgen van mij, voor de giveaway, zo'n opbergbox, voerbox, hoe noem je zoiets? Snoeppot, voerbak, opbergbak van Jeerfarm. Superleuk, ik vind het leuk. Ik heb de vorige versie ook gehad, ik vind hem zo leuk. Deze. En dan is het even afhankelijk van wie er wint, wat erin gaat. Want, zoals jullie al hebben gezegd, wil je ook eens een keertje een giveaway doen voor konijntjes. Want je doet heel veel voor heel vaak voor hamstertjes, ook voor konijntjes. Nou, toen bedacht ik mij,
gewoon midden in de nacht kwam het op. Ik doe gewoon zo'n voerbox. En als iemand wint met konijntjes, dan stop ik hem tot de nok toe vol. Met snacks, kruiden, gewoon een verrassingspakketje. Helemaal afgestemd op het konijntje. En dan wil ik ook heel graag weten wat dat konijntje lekker vindt. Zodat het echt een persoonlijke snackbox wordt van mij voor jou. En als het een hamstertje is, nou, dan stop ik hem vol voor dingetjes voor een hamstertje. Of voor een ratje of voor een gerbil bijvoorbeeld. Dus ik ben heel erg benieuwd. Wil jij meedoen met de giveaway? Zoals altijd, onder de video, giveaway, ik doe mee. En vertel me ook iets over jou, over jouw dieren. Wat voor dieren heb jij? Vertel eens wat. Want ik vind het altijd leuk om te lezen. En als ik alleen maar zo'n zinnetje heb met giveaway, ik doe mee, is ook leuk, maar saai. Ik vind het leuk om ook te lezen, om ook wat van jullie te horen. Want ik zit altijd tegen jullie aan te kletsen. En eigenlijk de enige momenten waarop jullie naar mij terug kunnen kletsen, is in een live chat of onder de video's. Dus ik hoor het heel erg graag. En dan ben ik heel erg benieuwd. Dan ga ik de winnaar bekendmaken op deze datum. Heel belangrijk ook, ben je jonger dan 16, vraag dan even toestemming aan je ouders of je mee mag doen. Want mocht je winnen, dan moet je toestemming hebben van je ouders om mij jouw adresgegevens te geven. Want ik moet natuurlijk weten waar ik het naartoe moet opsturen. Dus wel onder de, jonger dan 16, even vragen aan je ouders of je mee mag doen. En dan zeg ik weer, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En ik ben heel erg benieuwd naar jullie berichtjes.